Een vrouw neemt dekbedovertrekken mee zonder te betalen en laat die daarna door een meisje terugbrengen bij de klantenservice van de winkel om zo geld terug te krijgen. Oplichting dus. En dit gebeurde steeds bij supermarkt Dirk van den Broek aan de Linie in Apeldoorn. Sigrid, wat weten we eigenlijk van die vrouw? We weten van camerabeelden dat die vrouw meerdere keren heeft toegeslagen. De eerste keer is op 30 december en de laatste keer is op 24 januari. En we hebben natuurlijk een signalement. Die vrouw heeft een Nederlands uiterlijk, is 1,70 meter lang, normaal stevig postuur. Ze is rond de 40 jaar oud, ze heeft lang donkerbruin stijl haar en ze draagt een bril. En elke keer droeg die vrouw een driekwart groene jas met een capuchon, een lichte broek en hoge donkere schoenen. Nou is daar een vrouw bij betrokken, maar ook een meisje. Dat meisje laten we niet zien. Maar je hebt toch een kassabon nodig om die spullen terug te kunnen brengen? Ja, het terugbrengen van die goederen kon schijnbaar zonder bon. En ze kreeg op die manier haar geld terug, terwijl ze niet voor die goederen heeft betaald. En ze heeft ook een aantal malen de supermarkt gebeld en gaf dan aan dat haar dochter die dekbedden terug kan brengen. En ze gaf als reden op dat die dekbedden dan incompleet zouden zijn. En bij alle diefstallen ging het om dekbedovertrekken. Eén keer om een herentrui, een thermobroek, twee pakken melk en een pakje vleeswaren. En met al die diefstallen bij elkaar heeft die vrouw toch zo'n bedrag van €250 ontvangen. Ja, dan loopt zo'n bedrag nog wel behoorlijk op. We willen natuurlijk weten wie die vrouw is, hè? Zeker. Ze slaat meerdere keren toe en Dirk van den Broek aan de Linie in Apeldoorn. En ze schroomt zich dus niet om een kind bij haar praktijken te betrekken. Want die laat ze steeds die spullen terugbrengen. En het gaat dus om deze vrouw. En hopelijk zijn die beelden duidelijk genoeg dat iemand haar herkent. Als u weet wie die vrouw is, bel dan de politie met de bekende telefoonnummers.